Pieter, dit gehoord hebbende, wat hou je over van dit uur? Of ja, lekker, daar een wrap-up van maken. Nou, weet je, Jan-Peter Balkende, ook grote vriend van de community, heeft me dat wel geleerd. Daar proberen dan een wrap-up van te maken. Ja, weet je, ik zag jou ook in Cero 1, toen je dat prachtige verhaal aan ons vertelde. Mooi, de cirkel 6, de afleiding. Weet je, we zijn allemaal mensen en we hebben ook wel eens dat je denkt, goh, weet je wil waardering. Dat vind je prettig. Daarvoor moet je het niet doen, maar dan is het wel heel fijn dat je dat onverwachte hoek dan ook krijgt. Die focus, die concentratie. Ik wens heel veel mensen die zeker ook in de onzekere tijd, de een kan daar beter mee omgaan dan de ander. Ik hoop dat de community daar ook een bijdrage in kan leveren door dit soort verhalen op te halen, waardoor je perspectief krijgt, waardoor je dus een beroep wordt gedaan op je adaptief vermogen. Daar is die kennis voor. En hopelijk maakt het de mensen, de vrienden van de community, weer wat beter na deze sessie. Dat is wat ik erop uithaal, want ik heb weer genoten van hele mooie verhalen van de mensen die hier zitten.